kinderrechten. Oh my god, je kan hier gewoon van SS. Oh mijn god, dat is een mooie. Dat is echt mooi. Jongens, kijk, kijk wat ik kijk. En hierover misbruik. Kijk hoe zielig. Een meisje heeft een boekje met kinderrechten bij zich. Kinderen die niet thuis wonen. Met onderwijs. Kom, we gaan naar binnen. Hallo allemaal, pak iedereen een rekenenplas uit de 55. Hey Puk, ga even rechtop zitten. Ga verder met rekenen. Nee, ik heb recht op rust en ontspanning. Hier, kijk maar. Daar weet de meester weinig tegen in te brengen. Het is wel lekker voor elkaar. Ik ben lekker uitgerust. Ja, ja, dat is echt goed verloopt. Hé, zullen we het kinderrechten veranderen? Ja, dat is helemaal een goed idee. Dan is het recht op snoep. Ja, ja, dat is een goed idee. De kinderen bedenken een hoop kinderrechten. 2 uur slapen in de klas. Sorry. 2 uur slapen in de klas. Dat is een goede idee. Of misschien... zo vaak weer buiten, als je wilt. Zo vaak weer buiten. Dat zou ook een cool zijn. Zo. En het recht om te sporten. Het recht om te sporten, dat is ook een goeie. Mm-hmm. Het recht om bij je ouders te zijn de hele middag lang. Dat is een goeie. Of lekker op vakantie, dat kan ook. Het recht op een klassenhuisdier. Ja, oh, dat is ook een goeie. Dat zijn allemaal goed. Ik heb er nog één. Elk kind heeft recht op een butler. Ja. En ik vind ook dat elk kind recht heeft op een eigen trampoline. Dat is goeie. Oh, springen. Elk kind heeft recht op een Turks pizza. Lekker. Zullen we er nu een boekje van maken? Ja, ja, is goed. We hebben nu wel genoeg. En, lijkt het erop? Onwijs, super. Ja. Nou, dan kan die weg toch? Hé hey, jongens. Ja, kom snel op. Hé hey, jongens, het is pauze. Pak jullie eten en drinken maar bij. Stop! Jullie mogen niet snoepen, dat weten jullie best wel. Hier in het boekje van kinderrechten staat dat iedereen recht heeft op snoep. Vier. Wie komt er bij voetbal? Ja! Iedereen heeft recht om te sporten. En weer weet de meester niet wat hij moet doen. Hoe moet ik hier nou mee? Ik ga even praten met de directeur. Ja, wat is er? Ik moet met je praten. Kom verder. Ik snap mijn kinderen echt helemaal niet. Ze willen buiten spelen, ze willen snoepen, ze willen echt alles. Ze zeggen dat het kinderrechten zijn. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ja, ze hebben wel een punt. Ja, laat ze kinderrechten maken en dan bij jou inleveren. Ja, goed idee. Ieder kind heeft recht om bij zijn ouders te, zijn, dus ik ga. Ho, Sarah, ga maar terug naar je plek, ik wil je eens laten zien. Kijk jongens, dit zijn de kinderrechten. Wat voor kinderrechten zien jullie allemaal? Dominezen. Spel en vrije tijd. Onderwijs. Nichten. In eigen mening. Senna. Op gezondheid. Heel goed jongens. Dit zijn allemaal voorbeelden van kinderrechten. Voor volgende week wil ik van iedereen één kinderrecht die je zelf verzonnen hebt. En die moet je bij mij inleveren. Je mag dit recht volgende week inzetten.
Hebben jullie al nagedacht over de kinderrechten? Ja.